André Hazes en zijn buurvrouw, een onverwachte koffieconnectie die Instagram op zijn kop zet. De volkszanger, bekend om zijn muzikale talent en turbulente privéleven, deelde recent een onthullende blik op zijn dagelijks leven via Instagram Stories, waar hij een intiem inkijkje geeft in zijn relatie met zijn buur. De allerleukste straat van de wereld, jubelt André, terwijl hij het relaas van zijn ochtendkoffieavontuur vertelt. In zijn verhaal onthult hij dat hij na het ontwaken direct naar de koffie snakt, maar een ramp ontdekt: de melk is bedorven. Wat nu? Geen paniek. Andres buurvrouw schiet de hulp na een snelle oproep. Het gedeelde screenshot onthult een warme uitwisseling. "Schat, ben je al weg? Heb jij een klein beetje iets in de vorm van melk voor in mijn koffie? Het is op en ik word gek", smeekt zijn buurvrouw. Altijd alert en begripvol, reageert meteen: "Ik ben nog niet weg." Kom wel wat brengen, wil geen gekke buurman. Ze gaat zelfs een stap verder door te vragen of hij nog iets anders nodig heeft, zoals een broodje ei of een. André's dankbaarheid is groot. Je bent een baas. Dank je wel, antwoordt hij, vergezeld van meerdere hartjes. Zijn enthousiasme is onmiskenbaar als hij vervolgens in een volgende story zijn vreugde deelt. Dat is toch superleuk? Ik ben dat niet gewend. Misschien is dat heel normaal, hoor. Maar ik ga dan ook meteen Moon bellen. Ik ben... De zanger vraagt zich af of zijn volgers ook zulke fantastische buren hebben. Hebben jullie ook zo'n straat? Ik heb echt de allerchillste buren, concludeert André. Of Monique er ook zo over denkt, met André zijn vreemd gaan verleden is natuurlijk de vraag.